Heb je dat een beetje gevolgd met die Dylan? Ja, ik noem haar tegenwoordig Dylan Doolhof. Ja, of Doolhof Dylan eigenlijk. Want Doolhof Dylan, die weet absoluut niet meer waar ze uithangt in het politieke Doolhof. Nee. En de Dylan, die had dus keurig medegedeeld. Ja, maar wij doen niet mee als VVD. Wij stappen niet in een coalitie of in een regering met de PVV. Nou, en hup, op de social media. Alle mensen die VVD hadden gestemd en hebben gestemd, die waren natuurlijk woedend en boos. Want wat willen die kiezers nou? Die zeggen van, ja, luister nou, dit is je kans om wat te doen aan die migratie. Ja, dat kan via die PVV uitstekend. Dus doe dat nou, stap daar nou in en doe nou mee. En ga nou praten en haal die scherpe kantjes met die Wilders eraf. En dat willen de mensen. En ga nou aan de slag voor Nederland. Doe nou eens een keer wat. En hou op met het spelen van spelletjes. Van strategische spelletjes daar in Den Haag. Daar hebben de mensen dus zo verschrikkelijk de buik van vol. Zijn ze zo mee klaar. En maar nee hoor, niet voor, nee, niet bij Doolhof Dylan. Nee. En ook niet bij een stelletje van die wijsneuzen bij de VVD. Want die hebben dit dus allemaal bedacht. Maar wat gebeurde er inderdaad op de social media? Daar ontploften al die VVD'ers ook op dit kanaal. Die begonnen allemaal gelijk aan mij te schrijven. Ja, Harry, nou, nooit meer. Ik stem nooit meer VVD. Nee, want ze doen niet wat we willen. Nou, inderdaad. En wat gebeurde er gelijk? Er kwam een hashtag. Nooit meer VVD. Nou, ja. En dat zagen die gasten natuurlijk allemaal. Daar, die wijsneuzen. En die, paniek. Ja, weet je wat we doen? We sturen Doolhof Dylan gelijk naar Nieuwsuur. En dan gaat ze maar een beetje de boel proberen te repareren. Nou, vrienden, wat een vertoning was dat, zeg. Ja, Doolhof Dylan bij dat Nieuwsuur. Nou, die ging me daar een beetje zitten wauwelen en kwikken. Want ja, die krijgt toch alleen maar van die zinnetjes in de oor getoeterd en die papegaaitje keurig na. En dat blijft ze maar doen. En daar zit dan ook nog eens een keer lichtgewicht Tweebeke. Ja, die pakt er niet aan. En dat zat maar te kwaken. Van we doen niet mee, maar toch. We gaan wel aan tafel en we gaan wel meepraten. En dan hebben we toch nog een beetje invloed. En nee, het is toch allemaal niet wat jullie ervan denken. En draai. Om het weer recht te breien. Ah, vrienden, ja. Ha. Het zijn hele barre tijden voor de VVD.